De Vita et Obitu. Een walgelijk begin en wat een zenuwachtig ras. Direct al moe van alles, het hunebed, de jacht. Eén en dezelfde vrouw in het oneindige heelal. Maar wie weet loont het tot slot. Schor een oud liefje fluisteren. Vriendelijk water aan de lippen. Artsen die niets meer voor je kunnen doen. Dat is minder dan een minuut volgens mij. Gretchen. Ik luisterde naar Fausts verdommenis. Stel dat je tussen drank en wijven kiezen moest en je vinkt het verkeerde vakje aan, waarna zich voor je neus de afgrond opent. Je ouders die het beste met je voor hadden en herexamens, allemaal voor niks. Maar ook wilden ze niet dat je s'nachts lallend voor de febo een broodje shawarma braakte. Niet kiezen lijkt dan ook verkieslijker. Er is een kans dat alles overgaat en je gezapig aan de zijde van je vrouw een glas Grand Cru Glacé drinkt in de foyer van het concertgebouw, applaudisseert bij het lied van de Vlo. Even kijken hoor. Het is uit een nieuwe bundel, die ga ik noemen Sanhedrin. Sanhedrin was het hooggerechtshof vanuit het Oude Testament bij de Joden. Ik hoop dat het strenge gedichten worden. Eenzame uitvaart. Dat is een gedicht dat ik geschreven op alle eenzame uitvaarten die tegenwoordig met gedichten begeleid worden. Dit gedicht kan volgens mij op al die uitvaarten voorgedragen worden. Eenzame uitvaart. Ik kan niet op mijn naam komen en niet op familieverhalen onder de lege hemel. Van jeugd verstoken, toekomst uit, niemand die me over het mijne hoort, lijk ik schijndood. Maar ben volmaakt gestorven. Mensen schuw en onverschillig, misschien al jaren dood. Geen prijzen, werkkamers, diners. Het volgende gedicht heet Kiezels. Kiezels. Ik vind de liefde ingewikkeld. Volgens mijn vriendin snap ik het niet. Is zij mijn ex? Misschien hebben ameuben en lagere diersoorten het makkelijker. Maar wij, kleinkinderen van die het wisten en die hun benen spreiden, wij zijn God ganselijk alleen, gestraft met liefde. In de platgetreden tuin der lusten, koolwitjes, slakken, kleine vogels, jagen we na en kijken elkaar aan. Zo moet het zo te zien. Maar op het dronken pad naar bed knerpt het vooral van kiezels. Deze lees ik voor de gelegenheid niet. Pas op. Dit gedicht heb ik eergisteren geschreven. Vers van de pers. Pas op. Echt liefde valt op onze leeftijd anders, meer als een os of muilezel. Uit is de balts, de must, het burlen, de billen van je lief, maar niet heus. Hormonen spuiten jubilerend uit dorre tepels, het bed knarst en ex-roofdier kraakt de code van de zogenaamd Sleetse vagina. Nou, ik heb ook nog een iets prettiger gedicht voor het slotwoord. Oude non. Non op een elektrische stoel, of wat was het? Een scootmobiel? Ja, ik heb dit gedicht geschreven in Bergen, overigens. Daar is het Holland Holsthuis en daarnaast zit een soort klooster waar je al maar dit soort dingen ervaart. Oude non. Non op een elektrische stoel, of wat was het? Een scootmobiel? Ja, het was tijd en ze moest sterven. Een waakvlammetje op haar schedel vanwege de Heilige Geest. Godinnen had ze niet gebaard, ondanks jaren gemeenschap met de Heer. Wel naar de paus gezwaaid een keer. In haar kruis reutelde tot slot een kleine onbevlekte zucht. Veel was ze dit leven niet opgeschoten, met wat ook weer? Tevredenheid om alles wat je bent ontwend, mag ook best in de krant. En met een kleine keuze uit haar gedachten verliet zij tactvol haar aanwezigheid.